Nou, ik kom hierheen omdat ik Esther ken, die de tentoonstelling geregeld heeft. En ik vind het leuk om naar kunst te kijken. En dit is weer een mogelijkheid om dingen te zien die je anders niet zo gauw ziet van mensen die heel goed met kunst bezig zijn. Want er hangen hele mooie dingen, moet ik zeggen. Maar er zijn heel veel mensen geïnteresseerd in kunst. Wat is jouw speciale link met kunst? Ik heb geen speciale link met kunst, behalve dat ik zeg van ik vind het mooi om te kijken naar kunst, museum of dit soort initiatieven. En ik vind dit leuk ook omdat het vooral heel laagdrempelig is. Het is eigenlijk voor iedereen toegankelijk. En daar hou ik van. Er hangen heel veel werken. Is er nog een werk waarvan je zegt van dat vind ik nou extra mooi, dat spreekt mij aan? Ik vind dat ene werk van die vrouw, die is geoormerkt, vind ik heel krachtig. Vind ik ook heel mooi van ze wil vrij zijn, maar ze is toch geoormerkt. En daar spreekt heel veel kracht uit voor mij. Van dat je niet vast moet zitten in wat je ook vasthoudt. Heb jij zelf nog plannen met kunst in je dagelijks leven? Ja, heel toevallig heb ik dat. Ook nog in deze wijk, Witte Vrouwen. Ben ik bezig om met Traject en Cumulus een toneelproject op te zetten voor echt community art. Dat wil zeggen toneel vanuit de basis ervaringen van mensen. Maar daar gaan jullie binnenkort meer van horen. Dus wees niet bang, jullie zijn niet van mij af. Ja. Leuk hè, dat is helemaal je leuk hè. Op dat bedoel ze? Ja, dat ze de cool, nieuwe leuven. Heel even een tipje van de sluier. Community art toneel in de wijk. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat wil zeggen, als er dingen zijn die in een wijk spelen. Bijvoorbeeld, er wordt een gebouw gesloopt waar een heleboel mensen aan gehecht zijn. Of dit gaat bijvoorbeeld dicht. En mensen zijn het daar niet mee eens en willen hun ei kwijt. Op een positieve manier, dan is daar community art voor. Om dat te kanaliseren en ook zeg maar duidelijk te maken aan andere mensen van hey, hier zitten wij mee, hier willen wij wat mee doen. Het kunnen ook heel persoonlijke dingen zijn waar mensen mee zitten. Verlies of sterfgevallen of zo. Het kan van alles zijn. Het leuke is, er staat niks vast. En aldoende maken wij het toneelstuk, het script. Dus je schrijft ook zelf je eigen toneelstuk. En dat is het leuke daarvan. Met z'n allen. En dan komt er ook een heel krachtig, powerful geheel komt eruit. Dat is wat het mooi maakt. Dus. Mogen we nog even jouw naam? Ja, ik ben Lex. Lex Verkoten. En ik woon in Maastricht sinds een jaartje. Is hij weer weg? Nee. Is hij weer weg? Hij is weer naar huis. Het is plassen. Ja, ik ben Sylvia Hiert. Ik ben de vrouw van Lex van Koten. Ik ben van beroep maatschappelijk werkster. In mijn vrije tijd ben ik semi-professional, wil ik het bijna niet noemen. Maar ik illustreer, ik teken, ik fotografeer. De officiële opening hier mag verrichten. Om hier kwadraat. En dat is een mooie naam voor in ieder geval ook verbinden in het kwadraat. Belangrijk is dat je veel meer gaat kijken wat je wel kunt. En als ik zie wat hier tentoongesteld wordt, dan zie ik dat er ontzettend veel wel kan. En waarvan ik denk van nou, volgens mij kan ik dat zelf nog niet eens. Dus misschien is dat wel een beperking van mezelf. En dan word je gewoon wethouder en dan komt dat helemaal goed. Ben je ook van de straat. Dus nou hangt werk van mij in het Trefcentrum, hier in Witte Vrouwen. Die ga ik binnenkort wel weer weghalen, maar goed, mensen kunnen dat nog bekijken. Het gaat allemaal over daklozen, omdat ik met daklozen heb gewerkt. En de link met kunst, ja, het is omdat ik van kunst hou. Dus ik ga zoveel mogelijk naar evenementen en exposities, noem maar op, om daar inspiratie uit te halen. Het is zo belangrijk dat we gewoon wel de dingen blijven doen waar we goed in zijn. In de wijk, in een hele toegankelijke oud winkelpand zit. En dat je dus die verbinding met elkaar maakt. Dat is die toekomst. En ik denk dat die stap die Mondriaan en de gemeente Maastricht nu gemaakt hebben,
gewoon een hele belangrijke is dat we daar gewoon mee verder gaan. Ik was gevraagd om een ontwerp te maken voor de transformatorhuisjes in De Heeg, in Heers, Garren. Dus we hebben nu een conceptontwerp, dus er wordt nog op voortborduurd. En de bedoeling is dat het dan ergens in de zomer, begin van de zomer, wordt uitgevoerd. We zijn er nog niet uit, dat zit nog allemaal letterlijk in de pen. En daar gaan we mee doen. We nu al hebben culturele hoofdstad 2018. En we gaan het gewoon worden. Ja, is dit ook wat gewoon erbij hoort? Wat er ook dat de basis is van onze cultuur? Dat is niet alleen een museum, maar dat is wat we met elkaar en wat jullie met elkaar hier tentoonstellen. En dat is wel ja, in ieder geval waar het uiteindelijk om gaat. En dat we dat hier in deze wijk ook laten zien dat gebeurt. Kortom, ik ben heel trots dat ik hier mag staan tussen deze alle prachtige kunst. En ik hoop dat we gewoon doorgaan en gewoon door blijven gaan. En heb jij een kunstwerk waarvan je zegt van dat vind ik nou mooi, dat zou ik zo gelijk mee naar huis nemen? Ja, ik heb iets gezien inderdaad en ik vind het hartstikke mooi. Ik ben alleen de naam kwijt van de kunstenaar. Omdat het, ja, het is gewoon heel helder. Het is helder werk, strakke lijnen, het is heel grafisch eigenlijk, spreekt mij aan. Maar die andere kunstwerken, ja, pet je af. Ik vind het erg mooi. Is het officieel? Ja, ik zit altijd van, zal ik een lint doen? Nee, je mag eens doen, officieel. Ja. 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 Wat mag ik weer doen? Oh ja, nou, deze lepels, zeg maar uit Angeline. Angeline, kom eens even dichtbij. Angeline ken ik heel goed, die zit zo vaak in de stad. En Angeline, Angeline is een multitalent, maar ze komt hier ook altijd met een branden, is dat, hè? Ja. En heel precies werk, ze is heel lang mee bezig. Hè? Ja. Deze gaat hier. Ja? Nou, hierbij gaat hij officieel geopend worden. Voilà. Hoi, goedemiddag. Wil jij jezelf even voorstellen? Ik ben Roy Cairo. En ik ben mijn leven aan het veranderen in de ommekeer bij Kadir en Keer. Is pas de Kustenweg 24. Is een verslavende instelling. Waar een ieder voor alle verslavingen is mogelijk. Dat het met God, geloven wij, dat het met God kan veranderen. Dat het niet persoonlijk kan veranderd worden, maar met God kan alles. Want ik was, als ik kijk naar mijn leven, was ik 30 jaar. Was ik gewoon verslaafd aan van alles, alle soort verslavingen. En nu, ik zit een jaar daar bijna. En tot nu toe heb ik heel veel verandering gezien. Dat ik nu met verslavende mensen van de dak, van Frankenstraat, hier ook mee kan komen werken. Dus dan zie ik mijn oude patroon terug. En dat is een mooie prijs die ik kan betalen om weer op de been te kunnen komen. Om samen met mijn oude verleden te zijn. Ja, maar wat doe je dan? Hoezo? Wat? Nou, je zegt ze komen hier werken bij het dak, maar wat doe je dan? Ik ben in de keuken bij het dak. Ik kook voor die gasten daar zo. Om dat ze kunnen genieten. Ik als vrijwilligers werk ik daar zo. Van mijn stichting. De ommekeer is niet verbonden met de Mondriaan. Maar het is ook een verslavende instelling, de ommekeer. Hij is heel goed. Hij, dat waar je ook is, dat is hier de kinderen. Je hebt hier rondgekeken op de expositie. Wat vind je van de expositie? Ja, wat mensen als mijn verleden wat kunnen doen, hè? Dat ze weer normaal kunnen functioneren in een samenleving, dat toch dat ze niet, ze hebben geen hoop verloren. Dat ze wat creatief toch kunnen laten zien, dat ze wat kunnen maken van hun leven. Ben je zelf ook creatief? Ja, creatief met kookkunstjes die ik nooit heb geleerd op een van een school. Nog nooit op school geweest voor koken. Maar hoe heb je het dan geleerd? Ik heb het van kleins af geleerd van mijn moeder. Wat is jouw specialiteit in koken?
Bij specialiteiten koken is nasi. Nasi met... Nasi à la Roy. Nasi à la Roy, ja. Nasi à la Roy, ja. Laten we het zo zeggen. Ja, ja, inderdaad. Ja. Want kijk, wij zijn een instelling, hè, in de ommekeer, waar we geen steun krijgen van de gemeente. Het is een instelling waar we op eigen voeten kunnen staan, waar God voor zit van mensen die een gift te geven om hun zonen en dochters daar zo in de ommekeer te laten herstellen. Jij vindt dat de gemeente wel wat mag bijdragen, begrijp ik? De gemeente, daarom ben ik hier gekomen, dat de gemeente kan zien dat een goede doel is, dat wij krijgen geen uitkering, want het is niet een herkende instelling, dus ze willen ons geen uitkering geven, maar het is wel voor de goede doelen beschikbaar. Het is voor verslavende mensen als mij, die cocaïne verslaafd was, heroïneverslaving had. En vandaag de dag, zonder een uitkering, hebben ze mij toch kunnen ontvangen. Het is dankzij die giften die ze krijgen. Dus daarom ben ik hier voor de gemeente wat aan kan doen. De gemeente Maastricht. Bijvoorbeeld de burgemeester daar kan komen kijken wat er kan gebeuren met ons als verslavenden. Het is toch heel, ja, ik vind het heel, ja, ik heb geen woorden ervoor. Want kijk, nu ben ik vrij van verslaving, nu werk ik met verslavende mensen. En mensen die geestelijke stoornis hebben. En dat vind ik zo fijn, maar dat komt alleen dat ik daar ben bij de ommekeer. Maar als er een bijdrage van een gemeente kan vinden, dan zal het wel leuk zijn. Oké. Dat is een duidelijk verhaal. Nou, hartelijk bedankt en veel succes in de keuken. Ja, is goed. Dank je wel. Okay. Oh, wat doe mooi. En hij bleef me praten. Ja, ik dacht even. Macht, hè? Ja. Dus je kunt er een beetje staan. Ja. Hi. Goed. Ja. Goedemiddag. Ik ben Vicky Vázquez. Ik ben kunstenares. Ja. Je bent kunstenares. Je hebt hier geëxposeerd? Ja, toch. En welk werk maak je? Oh, ik doe van alles. Maar ik hou van meer... ik doe realiteit ook... hoe zeg je dat? Abstract. En ook, ik doe... Maar mijn levensle manier om te schilderen is... Een mix van... expressionist... met een soort engooi. Ik ben een beetje ongerust. Met een beetje surrealisme. Tot maximaal 25. Ben je al jaren bezig met kunst? Of? Toen ik geboren was, toen ik aan een pen houden, ben ik bezig, ja. De weinige werk is die, al het grote werk heb ik ooit allemaal genietigd. Ik heb ook een paar. Ben je autodidact? Heb je het zelf aangeleerd? Toen ik klein was, begon je als een kind altijd tekeningen en zo. Maar daarna, dat was een passie voor mij geworden, een groter passie. En toen ik klaar was met de middelbare school, ging ik in de universiteit dat doen. Dat studeren. Dus je hebt een kunstopleiding gehad ook? Ja. Ja. Oké. Okay. En hoe ben je er hier in gerold, in Maastricht? In Maastricht, ja. Ik had een atelier toen in de Mersenneweg. En ik heb iets gelezen. Dat was een scootinghal project van de groep. Van de groep. Sorry, welk project was dat? Scootinghal.
Ik weet het niet zeggen. Maar het hoeft te maken met deze soort werk dat we hebben gedaan. Schuttingtaal. Schuttingtaal project. Bedoel je dat? Okay. Ja. Ja. En daar heb ik beginnen met de groep. Ja. Wat is het leuke aan die groep? Wat is het leuke? De mensen. En, en ook dat wat wij houden van wat wij doen. Allemaal is gepassioneerd met kunst. Heb je nog plannen voor de toekomst? Ja. Vertel eens. Ik wil liever niet zeggen. Ja. We gaan gewoon blijven werken. Ja.